Hier ligt Monsieur Verweteringen, aartsbisschop van Utrecht, mocht van koningin Wilhelmina, wat de heilige paus Pius X wilde, hem tot kardinaal creëren der Nederlanden. Het kerkje van Sint Barbara te Utrecht, van het kerkhof. Het graf van zalige kardinaal Simonis. Het graf van kardinaal Johannes de Jong, verzetheld tijdens de Tweede Wereldoorlog, die tegen het naziregime gekant is geweest. Het graf van zalige kardinaal Willebrands, de man van de wereldwijde eenheid der christenen wereldwijd. Het graf van Bernardus Johannes kardinaal Alfrink, een van de modernators van het Tweede Vaticaans Concilie. En mogen hen het eeuwige rust deelachtig zijn. En bid voor ons. Tot weerziens.